Minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken moet voor 2 weken met verplicht verlof. Dit is vandaag besloten tijdens de coalitietop met president Chandrika Persat Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en raadsadviseur Paul Somoharjo, waarbij de minister ook aanwezig was. Dit besluit maakt het mogelijk voor de KLAT om onderzoek te doen naar beschuldigingen van financiële malversaties op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf het weekend was bekend dat er een coalitietop zou plaatsvinden, waarbij de naam van minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken werd genoemd in verband met de mogelijke reshuffling. Bronnen melden dat de ABOB zou eisen dat Somoharjo vervangen wordt. In de Nationale Assemblée gaf hij aan dat hij nog in functie is, ondanks geruchten over een mogelijk ontslag. Hij voelt steun van zijn achterban en beschrijft de situatie als de zwaarste politieke storm die hij heeft meegemaakt. Somoharjo gelooft dat de aanvallen tegen hem voortkomen uit een machtsstrijd en suggereert dat de documenten zijn gelekt om hem te ondermijnen. Ik ben inderdaad nog minister van Binnenlandse Zaken. Voorzitter, I live to fight another day. Mi canto, ma mi diete, voorzitter. Het lijkt erop dat de spanningen tussen Somoharjo en de vicepresident Ronnie Brunswijk toenemen. Duidelijk overleg tussen partijen is cruciaal om misverstanden en escalaties te voorkomen. Ik denk dat hij heel emotioneel was. Dus zelf was een beetje emotioneel. Dan zeg je dingen. Soms zeg je een paar dingen die je niet eens doorhebt. Dus dat alleen kan ik daar zeggen. Dat denk ik.